Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb vandaag een, ik denk wat kortere video dan je gewend bent van me. Ik heb namelijk een aankondigingsvideo. Ik heb 4 dingen die ik aan jullie wil vertellen die deze maand gaan gebeuren. Want het wordt natuurlijk weer een hele gezellige, volle maand. Je bent waarschijnlijk niet te anders van me gewend. Dus laten we meteen beginnen met de eerste aankondiging, want ik heb geen tijd te verliezen. De eerste aankondiging, en dat is de grootste, dat is dat ik voor het allerlaatst waarschijnlijk in mijn leven een subbaton ga doen. En dit keer een kerstsubbaton, aangezien het december is en er allemaal kerstfestiviteiten staan op de planning. Eigenlijk doe ik ieder jaar een soort van vlogmas. Die heb ik dus vandaag, of dit jaar ingeruild voor subbaton. Ik vond namelijk de subbaton in mei zo leuk. Ik heb daar zoveel van genoten. Dat ik dacht, dat wil ik weer. En ja, aangezien er een klein meisje op komst is in maart, verwacht ik niet dat ik na deze maand nog ooit de subbaton zou kunnen doen. Want als ik gewoon een baby heb, kan ik natuurlijk niet beloven. Ja, nee, dat kan ik gewoon niet over mijn hart verkrijgen. Dat ik dan 24 uur per dag aan het streamen ben. Terwijl ik mijn kindje niet op stream wil laten zien. Of ja, misschien 1 keer, maar niet als ik 24 uur stream, zoals in een subbaton. Ja, dan krijgt mijn kind niet meer de aandacht die het zou moeten krijgen. Dus dat zit er niet meer in nadat ik bevallen ben. En ik denk als ik nog langer wacht met de subbaton doen, dan is het misschien niet meer zo comfortabel voor mezelf als ik met zo'n hele dikke buik op stream verschijn voor heel veel uren achter elkaar. Want ik weet wel dat de subbaton de vorige keer best wel wat eiste lichamelijk en mentaal van me. Dus ik dacht, dit is de laatste kans die ik heb. Lekker voor de kerstdagen gaan we gewoon een subbaton doen. Oké, ik heb heel erg lang gepraat over waarom ik een subbaton doe. Uiteindelijk is het gewoon puur omdat ik het super leuk vind. En hè, de hele wereld is dicht. Om 5 uur is er niks meer te doen. Want je moet om 5 uur thuis zijn. Het is, ze noemen het geen lockdown, geen avondklok. Maar eigenlijk is het stiekem wel een beetje zo. Wanneer we gaan beginnen is aankomende vrijdag. Volgens mij is dat 9 december. We gaan om 10 uur beginnen. Ik zal de regels, ja ik vind het een beetje raar. Maar de regels zal ik even hier in beeld zetten van de subbaton. Hoe die precies werkt. Dit kun je altijd ook nog terugvinden op Discord natuurlijk. De vorige subbaton duurde meer dan 9 dagen. Net geen 10 dagen. Ik heb zo'n gevoel dat dit keer niet gaat gebeuren. I mean, ik heb... Dus ik hoef hem niet te cappen, denk ik. Want vorige keer... Nee, ik verwacht niet dat ik hem moet cappen. Maar ik wil in ieder geval 24 december stoppen. Want dan moet ik oppassen. En dat lijkt me niet handig om te streamen. En daarna is het natuurlijk kerst. En dan ben ik ook druk met familieverplichtingen. Dus dat zou de cap zijn. Maar ik denk dat die niet gecapt hoeft te worden. Dus we zeggen gewoon uncapped. En we zien wel hoe ver we komen. Ik heb dit keer bij de subbaton heel veel leuke festiviteiten bedacht. Die natuurlijk in het teken van kerst staan. Zo beginnen we vrijdag met de kerstboom hier op de gamekamer te zetten. Dus... De eerste dag is al helemaal kerstig. Ik hoop dat mijn mods ook langs gaan komen. We hebben natuurlijk wel wat regels nu in verband met de coronamaatregelen. Dus ik kan niet grote groepen uitnodigen, grote dingen bezoeken. Maar we gaan gewoon wat past, gaan we gewoon wel allemaal doen. Dus ik hoop dat het heel erg leuk gaat worden en ik hoop dat je erbij bent. Ik zie je hopelijk vrijdag sowieso om 10 uur. Bij het begin natuurlijk van de subbaton. En dan zien we wel hoe lang die dit keer gaat duren. Ik hoop stiekem dat ik wel in ieder geval een weekendje mag streamen. Maar we gaan het zien of het dit keer zo'n succes zal zijn. In ieder geval tot vrijdag voor de subbaton. Dan gaan we naar de volgende aankondiging. Aankondiging 2. Dat is dat er nieuwe dingen in mijn webshop komen. Per vandaag, als je deze video ziet, is mijn webshop ook live. Ik heb 2 nieuwe kersttruien toegevoegd aan mijn webshop. Ik wilde echt veel meer kerstdingen toevoegen, maar ja, ik was een beetje beperkt in mijn tijd. Dus we hebben 2 kersttruien helemaal door mij ontworpen, door mij uiteindelijk ook gemaakt. Je kunt ze bestellen tot en met
13 december. Want als je daarna bestelt, kan ik niet beloven dat die voor kerst in huis is. En dat zou ik echt, ja, dat vind ik stom voor een kersttrui. Dus 13 december, dan kun je ze, tot dan kun je ze bestellen. En daarna zullen ze uit mijn webshop gaan en waarschijnlijk ook niet meer terugkomen. Misschien dat er volgend jaar wel weer een kersttrui komt, maar niet deze. Dus het is een hele exclusieve trui. Ik heb geprobeerd om de trui zo voordelig mogelijk te maken, aangezien het een kersttrui is. Dat je hem, ja, ik zou hem wel gewoon het hele jaar aandoen hoor. Maar ik kan me voorstellen dat jij dat niet van plan bent. En je wil niet natuurlijk een hele dure trui. Dus ik heb hem echt super, super voordelig proberen te maken. Maar lager dan dit kan niet, aangezien ik dan dus gewoon verlies draai op die trui. Ja, dat, en als er dan iets fout gaat met verzenden en ik moet een nieuwe. Ja, dat is dit is gewoon het maximale. Dus verwacht niet dat er korting opkomt, helaas. Maar ik ben wel heel blij dat ik hem uit heb kunnen brengen. Dus check mijn webshop, mathia.nl. En daar zie je de kersttruien. Ook mijn hoodies heb ik terug in mijn webshop gezet. En ik weet niet zeker of dit de derde aankondiging was. Ik denk het bijna wel. Er komen ook kerstkaartjes weer dit jaar. Ook die zijn te bestellen tot 13 december. Zal ik maar zeggen, 13 december is een soort van slot. En als we die behaald, als we 13 december gehaald is, zal ik maar zeggen, dan ja, misschien met kerstkaartjes dat ik nog wat soepeler ben. Maar die trui kan ik gewoon niet later maken nog. Want dan komen ze gewoon niet op tijd. Kerstkaartjes misschien wel. Dus ik hoop dat de kerstkaartjes misschien iets langer beschikbaar blijven. Maar in ieder geval 13 december is een beetje de datum die je moet hebben als je iets wil bestellen nog in mijn webshop. Daarna ja, zijn de kerstitems in ieder geval gaan waarschijnlijk eruit. Nu ik dit aan het vertellen ben, weet ik ineens weer wat mijn vierde aankondiging is. En dat is dat de Mathia Awards eraan komen. Ieder jaar. En ik zit te twijfelen of het nu het vierde of het vijfde jaar is. Het is in ieder geval een van die twee. Maar ieder jaar, na kerst, voor oud en nieuw. Eigenlijk soms is het wel eens op oudjaarsdag. Maar in ieder geval, ieder jaar doe ik de Mathia Awards. Op 31, 30 of 29 december. Een van die data's. Dat is nog niet bekend. Maar ik heb jullie nodig. Want jullie kunnen winnen natuurlijk. Want jullie zijn uiteraard de Mad Squad. En het gaat volledig over de Mad Squad. Ik heb ook geen input erin. Jullie bepalen wie er winnen. We hebben verschillende categorieën. Van beste clip tot grootste troll in de chat. Liefste chatter. Beste moderator. Alle categorieën komen weer voorbij. En ja, aan het eind van deze maand worden de winnaars bekendgemaakt. Op dit moment zijn we zoekende naar wie er genomineerd worden. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten waarin je kan stemmen wie jij vindt dat genomineerd moet worden. En dan uiteindelijk, volgens mij had ik die op 21 december gezet. Dan worden de nominaties bekendgemaakt. En dan kun je nog eens stemmen wie er daadwerkelijk van die nominaties moet winnen. Dus ik wil jullie allemaal vragen om te gaan stemmen. Op je favoriete modsquatters. En misschien wel de vervelendste modsquatters. Want daar is ook een categorie voor. Oké, nou moet ik even heel goed nadenken. Mijn zwangerschapsbrein is een beetje vervelend. Want ik had 4 aankondigingen. Dat was de Subbaton, de webshop en de Mathia Awards. En dan mis ik er eentje. Maar ik vraag me af of dat dan die kerstkaarten waren. Nou ja, ik weet al wat er gaat gebeuren. Ik ga deze video uploaden en dan kan ik me bedenken. Dus mocht die laatste aankondiging me nog te binnen schieten. Er moet wat zijn. Dat kan niet anders. Nou, in ieder geval, dan zet ik het in de comments. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik heb heel veel zin in december. Het wordt een prachtige maand. En ik zie jullie graag natuurlijk bij de Subbaton op vrijdag 10 uur. Twitch.tv/Mathia.